Welcome at KNMI. The Royal Netherlands Meteorological Institute has been measuring weather for over a century. Today we're going to look more closely into the devices that measure rainfall. It is to be expected that the accuracy of devices used by institutes like this one is higher than the often low-cost sensors used by citizen scientists. We're going to have a further look into those devices and see how to ensure the usefulness of the measurements from weather amateurs. We are at the KNMI measurement site in the build. These sensors provide us with information on current weather. If we hear on the news about a report of a heat wave, it's because these sensors here have reported it so. That sensor over there measures visibility and can identify types of precipitation. Liquid precipitation, like rainfall, or solid precipitation, like snow or hail. That device over there measures the amount of precipitation. In case of snow or hail, this is melted into the device and taken into account as well. If we look over here, we see the tower where the radar used to be. It has been moved to Herwijnen with fewer interference of neighboring cities. As these sensors are really important, we don't want to interfere with them and we stay on this side of the fence. However, sometimes we do want to do some experiments. So let's go to the test field. Here at the test field, the performance of various sensors can be tested. Side-by-side measurements can be compared to one another to see how well new devices correspond with high-quality sensors. Here you see an optical sensor and a rain gauge, similar to the ones we saw at the measurement site. There you see some manual rain gauges which are used in the operational network as well. On the field, several personal weather station types are installed that are very popular with weather amateurs. In these controlled setups, we can determine how well these personal weather stations hold up to the high quality sensors. Here we see one example of those. For rain measurements in particular, there are other factors besides sensor errors that can influence the quality of your measurements. Most of these devices have a rain gauge with a tipping bucket system. This means that water is collected at the top of the device and then collected in a small compartment. Once a certain volume is reached, it will tip over and fall through the device. Here you see some personal weather stations like that. So rainwater is collected up here, falls through the device once a certain volume is reached. And this is locked by the sensor. You can imagine if a bug or some leaves or twigs are in the system, this will block the mechanism and interfere with your measurements. Most of these devices are installed in residential areas. If they are installed underneath a tree or near a wall which causes wind effects, this will also interfere with your measurement quality. So though this setup here at the test field will give us some information on measurement accuracy, we also need to have some information on the devices in the field when we crowdsource these kind of data. KNMI has an online platform on which these kinds of measurements from weather amateurs can be visualized and shared. These people are asked to provide lots of information on the location and type of sensor. This so-called metadata is very helpful in the interpretation of the results. This is the website of WOWNL, the platform of KNMI on which weather station owners can share their measurements in real time. All these locations on the map represent personal weather stations. Right now, we are in Utrecht. At this location. And we're going to talk with Jacques de Wit about his personal weather station. Hallo, nou, ik ben Jacques de Wit. Ik woon hier in een Phoenixwijk, Leidse Rijn in Utrecht. Sinds 2008 doe ik hier metingen vanaf deze tuin. En ja, een van de eerste op bouw met mijn stationnetje. Ja, vroeger gingen mensen, de weermannen, gingen twee keer per dag gingen ze naar hun weerhuisje toe om te kijken hoe warm of dat het was, of koud dat het was, of het geregend had. En zetten dat op papier en zonden dat s'avonds een keer door. Tegenwoordig heb je echt real-time opbouw alle weergegevens over de hele wereld.
die je real-time met elkaar kunt vergelijken heel snel. En dat is natuurlijk een hele mooie, uitkomst. In mijn huisje zit de temperatuur- en vochtigheidssensor. Hij is helemaal omsloten, zodat de sensor niet kan opwarmen door de zon. En dat de lucht lekker door het kastje kan stromen om de juiste luchttemperatuur en vochtigheid te kunnen meten. Nou, hier staan wij op de binnenplek van ons hofje. Ja, het mooiste is natuurlijk om de regenmeter hier te plaatsen. Maar ja, daar zijn mijn buren denk ik niet blij mee. Dus we zullen toch een andere oplossing moeten verzinnen om de juiste metingen te kunnen doen. Bij de regenmeter. En aan die kant hebben we ook de windmeter staan. We hebben deze locatie gekozen omdat we zo vrij mogelijk willen zijn van obstakels die eventueel de metingen zouden kunnen belemmeren. De regen kan hier van alle kanten vrijelijk in de regenmeter vallen zonder dat we last hebben van obstakels. Nou, dit is de Davis regenmeter die we hebben. We hebben hier de opvangtrechter met in het midden een heel klein rond gaatje waar de regen doorheen valt. De regen valt vervolgens in het trechtertje. En als er voldoende water zit, klikt die om. En dan wordt het andere bakje weer gevuld. Is die weer voldoende vol, klikt die weer om. Via de sensor wordt het doorgegeven en we hebben 0,2 mm regen geregistreerd. Ja, natuurlijk heb ik wel de stekker eruit getrokken. Anders zou het nu geregistreerd worden op de bouw. En dan zou het hier enorm hard regenen. Nou, je ziet het stralend zonnetje vandaag. Nou ja, dit is dus de opstelling waar elke minuut naar mijn eigen website de gegevens worden geüpload. En natuurlijk elke 10 minuten naar het WOW-platform. Op het WOW-platform kunnen we ook alle informatie over de opstelling en dergelijke weer terugvinden. Dit is dan mijn weerstation. Iedereen raad ik aan om ook een weerstation in zijn tuin te zetten. Denk even heel goed na over de opstelling die je neerzet. Dan kan je een hele waardevolle bijdrage vormen voor allerlei weerplatforms over de wereld.